Op zondag 9 juni 2024 heeft de Vlaamse kiezer de kaarten geschud voor het Vlaams parlement voor de komende vijf jaar. Maar wat betekent dat nu? Welke regeringen zijn er mogelijk? En wie zijn de winnaars en de verliezers? Welkom bij begreep.be voor een eerste analyse van de Vlaamse verkiezingen. Hoe ziet de situatie eruit voor het Vlaams parlement na de verkiezingen van 2024? We zullen eerst de resultaten overlopen per partij. De N-VA behaalt een score van 23,9% over heel Vlaanderen. Vlaams Belang haalt 22,7%. Vooruit is de derde partij met 13,9%. CDV behaalt 13. Open VLD en PVDA 8,3 en groen 7,3. Weet je niet meer waar deze partijen juist voor staan? Bekijk dan zeker onze video over de Vlaamse partijen. De link vind je in de beschrijving. Wanneer we deze uitslag vergelijken met de uitslagen van 2019, dan kan je hier zien hoe de partijen geëvolueerd zijn. N-VA is een klein procent gedaald. Vlaams Belang gaat er meer dan 4% op vooruit. CD&V daalt bijna 2,5%. Open VLD gaat er meer dan 5% op achteruit. Vooruit wint bijna 4%. Groen zakt een kleine 3%. En PVDA wint 3%. Maar wie zijn er nu de winnaars en wie zijn de verliezers van deze verkiezingen? Dat is een goede vraag, want in het voorzittersdebat op de VRT gaven bijna alle voorzitters, of ze nu behoren tot NVA, Vlaams Belang, CD&V, PVDA, Vooruit of Groen, allemaal aan dat ze tevreden waren met de uitslag en zichzelf als winnaars beschouwden. Alleen Open VLD gaf toe de verkiezing verloren te hebben. Maar als er zeven partijen zijn. Kunnen er onmogelijk zes winnaars van de verkiezingen zijn? Hoe zit dat nu? We leggen het je even uit. Of een partij verkiezingen wint of verliest, kan je op drie manieren bekijken. De eerste manier is de ranking. Wie is de grootste partij van Vlaanderen en heeft dus het initiatiefrecht? Wie zal er waarschijnlijk in de regering zitten? Ten tweede kan je ook kijken naar de evolutie. Is een partij erop vooruit gegaan of heeft ze stemmen moeten afgeven? Daarnaast is er ook de verwachting. Er worden doorheen het jaar heel wat peilingen gedaan en soms verwachten we dat een partij beter scoort dan ze uiteindelijk scoort. We gaan elke partij even bekijken op deze drie aspecten en we beginnen met de NVA. De NVA was in 2019 de grootste partij van Vlaanderen en dat blijft ook zo. Qua evolutie blijft ze redelijk stabiel, ze moet minder dan een procent prijs geven. Maar de NVA werd veel lager gepeild. Iedereen dacht dat de NVA hard zou krimpen en niet de grootste partij zou blijven. Daarom wint de NVA qua verwachting. Als we kijken naar Vlaams Belang, zij blijven in de ranking op dezelfde positie. Ze waren de tweede grootste partij van Vlaanderen en dat blijven ze ook. Maar in de evolutie zien we dat Vlaams Belang heel wat stemmen bijgewonnen heeft, zoals je eerder in deze video kon zien. Op dat vlak winnen ze. Maar de verwachting was veel hoger. Men dacht dat het Vlaams Belang richting 30% zou gaan, en dat is niet gebeurd. Dit wordt ook wel eens een overwinningsnederlaag genoemd. De partij wint veel stemmen bij, maar niet zoveel als men gedacht had. Dan komen we bij de CDMV. De moet enkele plaatsen prijsgeven in de ranking. De evolutie is bij CDMV ook niet goed. Ze blijft stemmen verliezen. Qua verwachting komt het ongeveer overeen. CDMV scoort ongeveer hetzelfde als er verwacht werd. Open VLD. De enige partij die toegeeft de verkiezingen verloren te hebben. Ze zakt stevig weg in de ranking, bijna naar de laatste plaats. Ook de evolutie is negatief. En zelfs tegenover de verwachting gaat de partij er nog verder op achteruit. Verlies dus over de hele lijn. Daar tegenover staat vooruit. Vooruit gaat er op bijna elk vlak op vooruit. In de ranking stijgt ze naar de derde grootste partij van Vlaanderen. Ze weet ook een positieve evolutie neer te zetten en ze scoort zelfs iets hoger dan de verwachting was. Dan kijken we naar groen. Groen zakt in de ranking weg naar de laatste plaats. Ook de evolutie is negatief. Groen moet heel wat stemmen prijsgeven. Maar waar sommige mensen dachten dat groen bijna helemaal zou verdwijnen in deze verkiezingen, scoort ze toch iets beter dan verwacht was. Bij PVDA zien we het omgekeerde verhaal: PVDA stijgt in de ranking en wipt. Overgroen en komt op hetzelfde niveau als Open VLD. En PvdA blijft groeien. Verkiezing na verkiezing groeit de extreem linkse partij. Het enige negatieve is dat PVDA niet boven de 10% uitkomt, wat ergens wel verwacht werd. Zo zie je dat winst en verlies heel relatief zijn. Elke partij probeert uit de uitslag wel iets positiefs te halen. Wat betekent dit nu in het parlement? De komende vijf jaar ziet het Vlaams Parlement er zo uit. N-VA en Vlaams Belang hebben evenveel zetels, allebei 31, gevolgd op enige afstand door Vooruit met 18 zetels, CD&V met 16 zetels, Open VLD met 9, PVDA met 9, Groen met 9 en de Brusselse partij Team Fuad Ahidar met 1 zetel. Wat wil dat zeggen voor de Vlaamse regering? Zoals je kan zien zijn er in het parlement 124 zetels. Een regering moet een meerderheid hebben. Wat wil zeggen dat je partijen gaat moeten optellen om in het totaal aan minstens 63 zetels te komen. Via de tool van VRT Nieuws kan je zelf proberen een eigen regering samen te stellen. Dat gaan we dan ook even proberen. We beginnen met een verderzetting van de huidige Vlaamse regering. Die bestond uit N-VA, CD&V en Open VLD. We zien meteen dat deze regering geen meerderheid meer heeft. We moeten dus op zoek naar iets anders. Vaak wordt er gesproken over een tripartite, drie partijen. In de klassieke versie daarvan zitten de drie centrumpartijen bij elkaar. Dus vooruit CD&V en Open VLD. Zoals je kan zien zit dat heel ver van een meerderheid. We kunnen proberen om de coalitie die op het federale niveau regeerde, de Vivaldi-coalitie, ook Vlaams voor te stellen. Dat zijn de klassieke drie centrumpartijen aangevuld met groen. Ook hier zie je dat dit geen optie is. We kunnen ook eens bekijken of we een regering kunnen vormen zonder Vlaams-nationalistische partijen. Dus een regering zonder N-VA of Vlaams Belang. Ook dit blijkt onmogelijk. Er zal dus minstens één Vlaams-nationalistische partij moeten meebesturen. Maar kunnen we een regering vormen met alleen Vlaams-nationalisten? Dan blijkt dat ook dit onmogelijk is. We komen net een zetel tekort. We kunnen proberen om dit aan te vullen met andere partijen. Dat geeft een comfortabele meerderheid, maar. Voor iedereen die de vorige video bekeken heeft, dit is onmogelijk omwille van het cordon sanitaire. Vooruit, CD&V, Open VLD, PVDA en Groen weigeren om samen te besturen met het Vlaams Belang. Dat brengt ons bij ongeveer de enige realistische coalitie, een regering die bestaat uit N-VA, Vooruit en CD&V. Die heeft een nipte meerderheid. Dit is natuurlijk allemaal speculatie en alles hangt af van hoe de regeringsonderhandelingen verlopen. Bedankt voor het kijken. Blijf zeker op de hoogte van meer nieuws en meer didactische video's door je te abonneren op ons kanaal. Bezoek ook onze website en like en deel deze video. Tot een volgende keer, tot een volgende Begrepen.